De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink is door de Turkse politie in het zuidoosten van Turkije opgepakt. Volgens haar familie wordt ze ervan beschuldigd dat ze in een verboden gebied was. De Nederlandse journalist Arnold Karskens is gearresteerd op het Griekse eiland Kos. Karskens had met een groep Iraanse vluchtelingen de oversteek per boot van Turkije naar Kos gemaakt. Karskens werd vervolgens afgevoerd naar een politiebureau vanwege illegale grensoverschrijding. In de Duitse stad München zijn duizenden vluchtelingen aangekomen. Niet iedereen is blij met de komst. Op het centraal station van Dortmund hebben extreemrechtse demonstranten zich verzameld om te demonstreren. Politieagenten in heel Nederland hebben het dit weekend zwaar te verduren gehad bij arrestaties. In Geldrop heeft een agressieve man een agent in het gezicht geslagen en in Rotterdam reed een man in op agenten. Het parlement in Thailand heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet afgewezen. Vooral de bepaling dat een comité met militairen de macht over mag nemen als er een nationale crisis dreigt, schoot bij veel partijen in het verkeerde keelgat.